Ik ben een beetje in de war. Ik dacht dat Second Life een klein beetje op zijn retour was, dat de hype voorbij was. Maar er is het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, die buitenlanders laten weten hoe leuk Nederland is en waarom, die hebben op Second Life Nederland nagebouwd. Dit dorp, New Holland, is dus gebouwd om Holland aan te prijzen bij buitenlanders. Buitenlandse bedrijven die reisjes organiseren, volgens mij. Ik kom niemand tegen, anders zou ik heel graag even willen vragen wat precies de bedoeling was. Leonie, jullie hebben een New Holland gemaakt. Wat is dat? New Holland is een eiland in Second Life, wat Nederland op een andere manier laat zien, op een virtuele manier. En zoals we hier nu staan in Madurodam, dit is Nederland in het klein en we hebben Nederland virtueel. Je ziet daar de Amsterdamse grachten, je ziet daar lekker een Hollands meesterhuis waar je zeg maar het melkmeisje van Vermeer hebt hangen. En daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld een Nederlandse bruin café, een Club Coco waar je lekker kunt dansen. Wat bezielt jullie in vredesnaam om in Second Life Holland aan te gaan prijzen? Wat we merken is dat we afgelopen maanden hebben de Web 2.0 consumentensite gelanceerd. Daarmee zijn we de eerste nationale toeristische organisatie die dat heeft gedaan. Second Life is natuurlijk een tijdje geleden geïntroduceerd. Er werd veel van verwacht. Ontzettende hype, media hype ook omheen gecreëerd. Zeggen dat het mislukt is. Nou, ik denk dat je gewoon wel realistisch moet zijn. En de eerste hype is misschien een beetje voorbij. Maar ik denk dat marketing van een langetermijnvisie denken is. En dat je gewoon ook moet realiseren dat wat je straks wil gaan bereiken, dat je nu inderdaad moet kijken van hoe kan ik daarop insteken. Wat zijn de kosten van zo'n eiland? De kosten waren 20.000 euro. Is dat het waard? Ja. Want als ik nu kijk inderdaad hoe wij in Amerika in de media verschijnen, dan halen we die kosten daar ruimschoots al uit. Club Go-Go. Het is een club. Het is vast druk en gezellig. Ik zie een draaitafel zonder DJ. Er staat niemand achter de bar. Ik ben er geweest. Ik zie een gracht, een fiets en inderdaad een paar oude meesters. Maar dat trekt mij nog niet echt naar Nederland. Wat is de meerwaarde van die virtuele omgeving? De meerwaarde is dat je ook een link krijgt met toeristisch Nederland. Met onze consumentenwebsite holland.com. Dus daar gaat het om. Daar gaat een groot deel gaat daar naartoe. Ik zie een gracht en een bootje en een paar tulpen. Ik vind het een mooi ding. Het heeft ook wel wat dat ik zeg maar heel Nederland voor mezelf heb.